Ja, de masterclass vandaag wordt gegeven door Li Qiao. Zij is een van de beste tafeltennisspeelsters van Nederland. En zij heeft een zeer lastige opslag voor de tegenstander. En daar gaat ze vandaag onderwijs in geven. We gaan eerst even kijken hoe de opslag eruit ziet. Onhoudbaar. Kijk het effect van het balletje. Even een groot applaus. Dankjewel. Wat ontzettend leuk dat je er bent. Is de opslag, is dat ook een van jouw wapens in het tafeltennisspel? Ja, ik denk van wel. Je maakt er veel punten mee. Ja, of indirect of direct punten. Ja, ja. Want indirect is dat iemand hem zo slecht terugslaat dat jij hem dan meteen af kan smashen. Ja, bijvoorbeeld als je zijspin, topspin serveert en dan krijg je die bal wat hoger. En dan daar kan je gewoon smashen of hard spinnen. Dan maak je direct... Spinnen is het effect dat je aan de bal geeft. Dat is gewoon soort zo. Ja. Dat is zo. Maar dan in de lucht. In de lucht, ja. Tafeltennis is een sport die gaat ontzettend snel. Het is daardoor bijna moeilijk om te volgen. Leg jij nou eens stap voor stap uit hoe jouw opslag te werk gaat? Ja, dat doe ik al vanaf mijn 8 of 9. Dezelfde opslag? Ja. Echt waar? Ja, echt waar. Dat als een heel klein meisje? Ja, en dan moet ik gewoon net even... Op een krukje, denk ik, of zo. Ja, net even boven de tafel, zeg maar. En dan ga je iedere keer dit opgooien. Als huiswerker, zeg maar. En dat doe je gewoon tot nu toe. En dan word je gewoon... Wij kregen als huiswerk Engels of wiskunde. Jij was het balletjes hoog in de lucht gooien. Ja, van mijn coach. En op het balletje een beetje laten landen. Ja. En kijk, als een normaal doen wij, zeg maar, als die iemand die goed kan tafeltennissen, altijd eerst sta je ontspannen. En dan ga je gewoon concentreren op hoe ga je de bal opgooien. Natuurlijk moet je gewoon recht gooien, anders wordt afgekeurd. En dan laatste momenten, dan laat die bal gewoon zakken. En dan op een gegeven moment ga je versnellen met je, zeg maar, met de pols, alles eigenlijk. Waarom gooi je die bal zo hoog? Je kan toch ook gewoon vanuit het handje lekker slaan? Ja, omdat de tong dat ik geleerd had. En dat was heel erg populair. Okay. Daar maak je heel veel punten van de oude soort international uit China. En toen heb ik alleen op deze manier geleerd. Ja. En dat nooit willen veranderen? Nee, je kan gewoon als een variatie dit doen. Maar het is echt puur variatie. Ja. En het is niet meer als je gewoon de sterkste service. En wat doe je daarna? Je gooit hem heel hoog op. Nou, op een gegeven moment raakt het bedje het balletje. Dus je bent hoog en dan laag je wachten tot echt iets boven de tafel. Ja. En dan versnij je onderarm. Het gaat... Oh, sorry. Nou, heel knap hoor. En omdat die onderarm en pols en... eigen vinger zijn zo belangrijk bij die opslag van je service. En dat zie je niet zo snel, maar alleen bij de slow-mo's. En dan zie je echt hoe je een pols en je vinger gebruikt. En daar ga je het laatste moment kan je gewoon zo'n soort effect geven. Zodat de tegenstander ook niet ziet hoe het effect gaat. Omdat je het op het laatste moment nog een zwiepje geeft. Klopt. Ja, we hebben vertraagde beelden. Hier zie je het. Ja, en dan zie je ook de bal echt als een gek tollen. En je houdt hem ook op een aparte manier vast? Dat is zo'n paanhouder. En dat is echt de typische Chinese of Aziatische manier van een beetje vasthouden. En dan kan je veel meer uit je pols halen dan normaal de grip, zeg maar. Ja. En dat heb ik zoveel voordeel van gehaald, omdat het zo goed kan tafeltennissen. Ik wil één keer gewoon vragen. Ik heb campingniveau tafeltennissen, dat heb ik ongeveer. mag ik hem één keer proberen terug te slaan? Ja, doe maar. Echt? Ja. Ja, ook om te bewijzen dat het een hele lastige opslag is. Ja. Als ik hem nu terugsla, dan klopt het hele verhaal niet. Laat even dit van de tafel zetten. Oh, ja. Mag ik even hier neerzetten? Ja hoor. Ja, kijk. Tafeltennis is ook benenwerk, heb ik wel eens gehoord, toch? Ja, ook nog. Van 90% benenwerk, toch? Ja. Ja. Ja, dan weet ik niet hoeveel, maar je moet ontzettend aan de tafel bewegen. Ja, het is toch 82%. Ik hou je even laag, hè. Dat je gewoon... Ik serveer op je volgende, oké? Okay, ja. Oh. Ja, nog één keer. Nog één keer. Ik wil hem één keer terugslaan. Oké. Okay.
Ja, hij komt zo in één keer. Ja, dat is natuurlijk effect. Ja, omdat je wel natuurlijk het laatste moment is, heel veel effect geven. Ja. En dan, sorry. Ja, dat is het punt voor mij. Ja, absoluut. Ja, en dan krijg je heel veel, dat is echt een zijspin effect waar je de tegenstander de hele tijd al last van hebben. Ja. Ontzettend duidelijk en heel erg bedankt voor je uitleg, voor je masterclass hier. Geef een groot applaus. Niet jou!